Voor het maken van een buff gebruiken we rekbare stofjes. Ik ga deze buff maken in twee verschillende stofjes. Ik gebruik voor de buitenkant vliesstof en voor de binnenkant een dikkere t-shirtstof. We hebben ook nog aangepaste stikzijde nodig en een elastiekje om de buff mee op te hangen aan de kapstok. Vouw het elastiekje dubbel en plaats het op 5 cm van de bovenste boord op de buitenstof. De lus van het elastiekje ligt naar de binnenkant, de open zijde naar de buitenkant. Nu gaan we het elastiekje vaststeken op persvoetbreedte. We hechten een paar keer naar voor en naar achter om het zeker stevig vast te stikken. Stik het elastiek vast op persvoetbreedte met een kleine zigzag. Ga enkele keren naar voor en achter voor extra stevigheid. Leg beide delen rechts op rechts. En speld de lange kant van boven en beneden op elkaar. Stik de twee lange zijden dicht op 1 cm naadwaarde. Hechte begin en einde. Stik de lange kanten dicht op 1 cm naadwaarde met een kleine zigzag. Hechte begin en einde. Strijk de naden met de punt van het strijkijzer open over de mouwplank. Keer de stof met de goede zijde naar buiten. Je hebt nu een tunnel. Leg de binnenzijde van de stof boven. Rol de naadjes van boven en onderkant op de boord en strijk plat. Trek de onderkant van de tunnel langs de buitenkant naar boven. Leg beide delen rechts op rechts. Leg de naadjes juist op elkaar en speld de bovenste boord rondom vast. Het elastiek zit tussen de twee lagen stof. We spelden de vliesstof tegen de vliesstof en de binnenstof tegen de binnenstof. Nu stikken we de bovenste boord rondom dicht op 1 cm naadwaarde. Aan de binnenkant laten we een keergat van 6-7 cm. Let erop dat er geen verkeerde wrong in je buff zit. Normaal gezien kan je alles mooi plat strijken met je handen. Als je de buff omdraait, zie je dat we een tunnel hebben. Stik de bovenste boord rondom dicht op 1 cm naadwaarde. Hechten begin en einde. We beginnen aan de binnenkant van de buff. We gebruiken hiervoor de vrije arm, dan kunnen we gemakkelijk rondstikken. We leggen de binnenstof boven. En we beginnen op de binnenstof. Op het einde laten we een keergat van 6-7 cm. Knip de naadwaarden in de hoekjes weg. Keer je stof door het keergat met de goede zijde naar buiten.
Het elastiekje dient om de buff op te hangen aan de kapstok. Na het keer gaat aan de binnenzijde dicht met de onzichtbare laddersteek. Je kan de buff aandoen met de vliesstof aan de buitenkant, maar je kan hem ook aandoen met de andere stof aan de buitenkant.